Didier Pietersen. Dank u wel. We gaan haast maken. Ik lees vooruit al mijn bundels, dus het wordt laat. Eerste gedicht heet Opsporing Verzocht. Wie kan naar aanleiding van de beeldende politie een tip geven? Ja, ik. Zoeken. Nou, ik gooi hem weg ook. Ja, het moet niet zo lang duren allemaal. Gedicht Loser. Je kunt wel stellen dat je er weinig van bakt wanneer je als seriemoordenaar bij je eerste moord al wordt gepakt. Het gedicht Doping. De gedrogeerde renner werd betrapt omdat hij al voor de vierde keer de Tour de France reed. Op één dag. Raamwerk. Van oraal tot anaal. Als ik maar betaal, kan het allemaal bij de raamprostituee binnen. Maar het kan ook buiten. En dat heet nasaal. En dat is met je neus tegen de ruiten. Ik gooi mijn boeken weg, zoals u ziet. Het is heus niet omdat ze niet verkopen. Stamboom. Volgens zijn vader komt hij uit een groot geslacht. Volgens zijn moeder valt dat wel mee. Het gedicht Zalig Uiteinde. Die laatste dag van het oude jaar nam hij afscheid met de woorden die door het te korte lontje niemand hoorde. En gaat goed, hè? ook poëzie begeleid je goed. Specialisme. De grafkrans voor de cardioloog, hartvormig vanwege zijn werkterrein, roept de vraag op bij de gynaecoloog hoe zijn krans gevormd zal zijn. Gedicht over de ouderdom. Begonia's. Dat heb ik weer, sprak de bejaarde. Achter de verkeerde planten. Nou, eens even kijken. Ja, dit was een plan dat mensen die dik waren, die moesten extra betalen voor een vliegtuigstoel. Na het idee om te betalen voor twee stoelen kwam het plan dat voor dikke mensen een heel apart vliegtuig klaar stond. Maar dat kwam niet van de grond. Dit gaat over de katholieke kerk en kinderen. Dat is niet zo'n gelukkige combinatie. In tegenstelling tot bisschoppen die jonge levende knaapjes heerlijk vinden, is de paus gelukkig anders geaard. Hij heeft een oude, dode kardinaal zalig verklaard. Nou, meteen maar afmaken, die handel. Priesters, het is nu wel welletjes met die spelletjes met knulletjes. Nu we spelen met de eigen spulletjes in plaats van andermans lulletjes. Beetje doorgeven. Hoe lang heb ik nog? Eenzame... Twee minuten. Eenzame daklozen. Zelfs de muren komen niet meer op me af. Jongen, even kijken hoor. Tjie, wat gaan we doen? Ja, goed gemutst. Titelgedicht. In tegenstelling tot haar kleingeschapen man was de vrouw goed gemutst. Vraag nooit... Ik ga toch niet te snel, hè, hoop ik. Vraag nooit aan een antiquaire, heeft u nog iets nieuws? Wat heb ik hier opgeschreven? Oh ja, dat alle ambtenaren een titel hebben. Ja. Dus even kijken. De vrouw zit te wenen, haar man te Praag. Dit is een... Ik heb weinig tijd. Dialoog tussen een escortmeisje en haar tevreden klant. Ik kom, ik ga. Dit is een cd... Heet nu even niet over seks. Nu even niet over seks, nu even over kunst. Kost dat kutschilderij eigenlijk? Ik heb nog twee bundels, dus dat moet lukken. Even kijken, ja, wat is dit? Oh ja, over de tuinvogeltelling. Dat is een fenomeen, dan gaan mensen naar buiten om een vogel te tellen. Nog even over de tuinvogeltelling. Mevrouw de Vink uit Duiven is alsnog geschorst vanwege het meetellen van haar man en kinderen. Arend, Raaf, Merel en Mees. Nou, nog duizen. Ja, deze gaat over criminaliteit. Dit is het gedicht over... Even kijken of hij er is. Ik geloof het niet. Nee, Regilio. Als bokser ben ik erg druk en houd zelden mijn handen thuis. Maar soms sla ik een beetje door. Dan neem ik mijn werk mee naar huis. Ik ben blij dat hij er niet is. En ja, het had ook Badrari kunnen heten natuurlijk. Hé, hey, hoe komt dat rode vlekje op mijn Ferrari? Niet alles is de schuld van Badrari. Jan J.
Pieterse!